heb ik geen kracht meer. Kom maar achter met Lea terecht bij de Nike. Weekendvlog. We hebben een feestvlog. Wie is er jarig? Oma is jarig. Vanmiddag gaan we naar Center Parks met z'n allen, hè? Ja. Hoi. Hoi. En dit is heel lekker. Moet je zien? Zie? We zijn weer een paar uur verder en dit is de situatie. Een vegan T-bone steak. Oeh, lekker. We gaan beginnen. Wij zijn onderweg naar het zwembad. Ja. Dat is een grote trap. Een grote trap, hè? Ja. Dat vind ik heel leuk. Die vloopt niet in de water. Nee. We zitten met badzakje op die hand. We hebben geen kracht meer. Lea, ben je moe? Then I'll show you something to make you change your mind. Oh, ja zeker, hier. Het is zondagochtend. Lekker geslapen. En we gaan nu naar de Discovery Bay. Ja, nog een keer. Een reclame, de Belgische TV, of niet een reclame,
een advertentie, nee, in ieder geval een waarschuwing dat je op teken moet letten. En, maar goed, want anders had ik misschien niet gezien, want ik zag bij Lea zo'n klein dwars puntje net. En toen dacht ik, hey, zou het? En ja, ze hadden een teken, ze hebben net even eruit laten halen. En ja, met de kit moet je niks laten aanmerken, hè? Dus we gaan. Thuis. Het is inmiddels maandagochtend. Gisteravond toen we thuis zijn gekomen, hebben we bij Lea nog een teek ontdekt. Achter hier in haar, tussen haar haartjes. Het was heel klein, dus we hebben geprobeerd met een tekentang die eruit te halen. En dat is niet gelukkig afgebroken. Dan hebben we met de Nike gebeld. En omdat ze meer dan 24 uur geleden waarschijnlijk die teek heeft gekregen. Want toen was ze in het bos met papa en ik. Ja, was het advies toch om hem eruit te laten halen. Dus gisteravond om 10 uur kwam Maarten met Lea terecht bij de Nike. Ze heeft het heel goed gedaan. Ze was heel vrolijk en ze was al tijdens de behandeling gewoon haar koekje te eten. Dus dat ging allemaal prima. Maar ja, misschien voor jullie ook nog eens afsluitend aan deze vlog. Het advies om je kids goed te blijven controleren. Het was echt maar een heel kleintje. En die ze hier had ook tijdens het spelen was ook maar een heel kleintje. Dus ja, controleer je kit en jezelf goed op teken. Leuk dat je keek naar deze weekendvlog. En wellicht tot de volgende vlog. Doei!